Afgelopen tijd zijn er meerdere servals ontsnapt in Noord-Holland. Dat zorgde voor veel onrust en paniek in de provincie. Zo liep wekenlang zo'n exotische kat rond in het Gooi. Vorige week ontsnapte er in Kudelstaart ook een serval. Champ liet zich gelukkig binnen een dag weer vangen. Maar hoeveel gevaar liepen de bewoners van Kudelstaart nou eigenlijk? Wij gaan vandaag bij Champ op bezoek om dat uit te vinden. Champ is niet gevaarlijk, maar dat komt ook echt wel omdat we genoeg aandacht, tijd, liefde en geduld in hem steken. En hij heeft hier de ruimte. We laten hem ook gewoon, in principe als hij dat zelf wil, met rust. We gaan hem niet opjutten of wat dan ook. Kijk, sommigen, dat geef ik toe, die zijn echt wel, die kunnen heel eng zijn en ook echt wel gevaarlijk. En ze zijn ook echt onwijs sterk. Kom je even bij? Hij wil ook even wat zeggen. Die zijn ook echt gewoon heel erg sterk, waardoor ze echt wel gevaarlijk kunnen zijn. Maar ja, ik ken hem dus. Ik weet dat hij dat totaal niet is. Stichting AAP denkt alleen heel anders over het hebben van een serval als huisdier. Zij vinden het absoluut geen goed idee. Een serval is een wild dier. Hè? Dus op het moment dat je probeert zo'n dier beet te pakken of aan te halen, dan loop je gevaar. Dan zal die uithalen, zal die bijten en dan is het natuurlijk toch gewoon ja, geen, het is geen huiskat. Je wilt toch niet meemaken dat een kind zijn ogen uitgekrapt krijgt. Aan de andere kant, een serval gaat niemand uit zichzelf aanvallen. Het zijn geen levensgevaarlijke dieren zoals tijgers en leeuwen. Maar het is toch ook voor dat dier is het een geen leven. Die dieren moeten altijd maar binnen blijven, want zodra je de deur één keer op een kier zet, dan is de serval gevlogen. En wat je ook ziet is dat die dieren vaak heel eenzijdig en slecht gevoerd worden. Veel van de dieren die wij hier binnenkrijgen, hebben allerlei botafwijkingen. Toen we er echt serieus over begonnen na te denken, hebben we er echt maanden ingestoken om eerst uit te zoeken, nou, wat is goede voeding, hoe ga je met zo'n dier om. En we hebben ook een hele grote tuin, waardoor die gewoon minimaal 2 uur sowieso per dag lekker buiten kan ravotten, met een balletje spelen. Lekker even zijn energie kwijt kan en kan rennen. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden te bedenken waarin je zo'n dier wel zou kunnen houden. Maar de gemiddelde leek kan het in ieder geval niet. Helaas eindigen veel servals toch in opvangcentra, omdat mensen er niet mee om kunnen gaan. De overheid heeft dan ook besloten dat per 1 juli het niet meer is toegestaan om een serval aan te schaffen.